Hoe werkt kwantitatieve geldverruiming? Met kwantitatieve geldverruiming beïnvloedt de ECB de inflatie binnen de EMU door middel van de aankoop van obligaties. Omdat de ECB de vraag naar deze obligaties laat toenemen, zal de prijs van de obligaties stijgen. De aankoop van deze obligaties door de ECB wordt gedaan met geld dat er eerder niet was. Dit is geldschepping. Zoals voor elk product betekent dit ook voor geld dat de prijs daalt bij een toename van het aanbod. De prijs van geld is rente, dus de rente zal dalen. Als gevolg van de dalende rente worden nieuwe leningen goedkoper of minder duur. De al bestaande leningen met een variabele rente hebben hetzelfde gevolg. Goedkopere leningen betekent dat lenen voor veel bedrijven en consumenten toegankelijker wordt. Het aantal leningen en het geleende bedrag zullen toenemen. Meer investeringen en consumptie zorgen voor een toename van de vraag naar goederen en diensten. Dit heeft een positief stimulerend effect op de economische groei. Als gevolg van de toegenomen productie stijgt ook de werkgelegenheid. De ECB kan op deze manier de prijsstijging en dus de inflatie zo beïnvloeden dat deze op middellange termijn gemiddeld net onder de 2% blijft.